Ik denk dat het vast wel herkent dat je van die dagen hebt dat je wakker wordt en dat je denkt, nou. Hmm. Mwah. Wow. En uh, ja, dat kan natuurlijk. Maar um, wat als je de dag begint met dankbaarheid? En uh, ik kan drie dingetjes bijvoorbeeld opschrijven waar je dankbaar voor bent. Wat wel lukt, wat wel leuk is, wat je wel hebt. In plaats van te kijken naar wat er allemaal niet is, waar je nog niet bent, wat je allemaal nog niet bereikt hebt, wat er nog niet op je bankrekening staat, um, het energielevel wat je nog niet hebt, um, de klanten die je misschien nog niet hebt. Kijk naar wat er wel is. En er is ook altijd stiekem best wel veel wel. En als je dat in een journal schrijft, dan is het heel fijn, want dan heb je dat daar op papier staan. Maar ik heb een tip voor je die je instant meer energie gaat geven. En dat is de... Dankbaarheidspot. En uh, ja, het idee is dat je dus opgekleurde briefjes uh, opschrijft. Bijvoorbeeld per dag. Nou, er is noods één ding of twee dingen of drie dingetjes waar je blij van wordt, waar je je rijk door voelt, waar je dankbaar voor bent. En die stop je in die pot. En uh, binnen de kortste keren uh, heb jij zichtbaar uh, hoeveel mazzel je eigenlijk hebt en hoe leuk leven je eigenlijk hebt en wat er allemaal tof is aan jouw leven. En uh, ja. Dat is gewoon heel, heel erg fijn. En als je dan een keer slechte dag hebt, kijk je naar die pot en denk je, nou valt toch wel mee? En uh, ja, dit, uh, dit werkt voor mij al tien jaar. Ik ben hiermee begonnen toen, uh, toen ik in de rouw was, omdat mijn vriend was overleden. En uh, uh, ja, het heeft mij enorm geholpen. Want ik dacht eigenlijk dat er niet zo heel veel was om blij voor te zijn. Uh, maar uh, binnen een maand was die, die pot al bijna vol. Uh, en wat dan heel leuk is, is dus om dan aan het eind van het jaar, uh, of als het snel gaat, uh, aan het eind van de maand, uh, het is te kijken wat erop staat op die briefjes. Wat dan die, die dingetjes zijn waar je dan dankbaar voor bent en blij voor bent. En daar gewoon eens even lekker bij stil te staan, dat is even heel goed te koesteren. Nou, ik koester deze pot in ieder geval heel erg. En ik koester mijn, mijn, de dingen waar ik dankbaar voor ben. En uh, ja, wat, wat, wat is het effect daarvan? Ja, dat ik me veel rijker voel. Dat ik me veel blijer voel. Ook als ik dat niet altijd ben. Dan voel ik me wel blijer. Door dit. Dus uh, nou, misschien heb je er wat aan. Doe ermee wat je wil. Um, ik wens je sowieso een fijne dag. En ik hoop dat die pot van jou um, heel snel vol is. En dat je dan weer een nieuwe pot moet kopen. Je kan ze bij de, bij de Action kopen. Dit voor weinig. En die gekleurde papiertjes. Die, uh, ja, die heb je daar ook. Bij de Hema. Um, zie maar. Um, het hoeft niet. Uh, uh, duur te zijn. In ieder geval. Dus uh, ja. Um, nou, geniet van je dag. Geniet van alle mooie momenten die er zijn. En uh, zet ze op uh, gekleurde papiertjes. En uh, tot de volgende keer. Ciao.